Sommige mensen lijken op elkaar. Sommige mensen, daar lijken heel veel mensen op. In verband met hypnose en mensenhandel is het wel belangrijk om rekening mee te houden dat eigenlijk iedere persoon die lang is opgesloten of voor langere tijd zou moeten beschikken op gewoon contact met de buitenwereld. Op wat voor manier dan ook met desnoods een willekeurige persoon. Zodat niets in werking gezet kan worden om iemand buiten te sluiten van de maatschappij in verband met mensenhandel. Dat is toch iets om rekening mee te houden, toch? Wel belangrijk.